Breda Nu. Je weet het meteen. De Champions Trophy in Breda loopt eigenlijk een beetje op zijn einde. Komende zondag is die finale bij de mannen. Nou, we hopen dat Nederland zelf tot erin speelt. Maar er zal eerst even gewonnen moeten worden van Australië. Wat verwachten jullie van de wedstrijd tegen Australië? Nou, ik denk dat het wel snel spel gaat worden, ondanks de warmte. En gelukkig hebben we ook warm weer gehad de afgelopen weken, dus kon ons team ook een beetje wennen aan dit weer. Guys, where are you from? We're from Western Australia. And what do you think of the match? Oh, it should be fantastic. They always are. Very good. We're gonna win. And I see a special thing. You have the colors of Australia. But we see the logo of a football club. Did you know that? Well, that's right, yes. The Den Haag Football Club, sponsor Australia. Hoek je zelf ook? Ja, hier op deze club. Dus je bent heel erg trots dat het toernooi gewoon hier naartoe komt? Ja, heel gaaf ook, ja. We staan hier bij een bijzondere persoon. Je spreekt Nederlands, maar je hebt wel een Australisch shirt aan. Ja, vandaag ben ik echt wel voor Australië. Hoezo? Ja, het was even wennen, maar mijn neef die speelt bij het Australisch elftal, Tim Brandt. En die speelt gewoon voor het eerst. Het is zijn vijfde wedstrijd nou. Derde officiële wedstrijd bij de Kookaburras. Ja, en dan hoef je ook niet te kiezen welk shirt je aandoet, hè? Ja. Hoeveel denk je dat gaat worden? Ik denk een 3-1 voor Nederland, toch? 2-0? 2-0? 3-0. 3-0? Holland are playing very well. I think they may be world champions again soon. So I think 1-0. I'd hate to say. I think the Holland might win 2-1, something like that. 3-1 for Nederland. Ja, 3-0 voor Australië. Denkt en een mooi doelpunt van Tim. Het is helaas niet gelukt om Nederland te laten winnen. Ze hebben met 2-1 verloren van Australië. Ja, dan gaan we toch wel even kijken hoe de mensen hierop reageren. Want dit is natuurlijk een enorme teleurstelling. Nou ja, het is een mooie avondje hockey toch? Dus dan moeten we wel even op proosten. Hoe groot is de teleurstelling bij jullie? Echt jammer. Hard gewerkt. Derde kwart hadden ze kunnen scoren, vond ik. Maar helaas, Australië was goed. Had er meer ingezeten? Nou ja, had er meer ingezeten. Ze deden gewoon een goede mes. En ik zeg altijd, als jij met je rug staat naar de toekomst, dan kom je nooit ver. En dat deze? Nou, ze kijken naar het volgende toernooi. Het is niet het toernooi waar ze prijzen willen winnen. En dat is een beetje het probleem. Dan denk ik, kan je dit ook goed meepakken? Ga je hier prijzen winnen? En dan kom je er wel. Waarom zou je hier niet je best doen als een soort van voorbereiding? Ja, soms kwamen er wat slordige ballen in de wedstrijd. En pakte ze af, daar kwam ik een goal mee. En we benutten de kans niet zo heel goed. En dat was zo jammer. Oh, we're very, very happy. Always happy to beat the Dutch because they are so competitive and they always give us trouble. So we were very, very happy today. Puts us back on top of the table. But we expect to play the Dutch again on Sunday. Breda Nu. Je weet het meteen.